Pagwa viering vandaag. DNA neemt begroting aan. En CARICOM verwerpt interventie in Venezuela. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op vrijdag 2 maart. De overwinning van het goede op het kwade is de korte omschrijving van Holi Pagwa Feest. De voorbereidingen begonnen 40 dagen geleden, waarbij men een kasterolieboom had geplant op de plek waar de Holi Kapop is verbrand. Dit gebeurt elk jaar op de vooravond van de Pagwa-dag. Pandit Bawani Biek geeft een korte inleiding over Pagwa. Ja, en zo en bij de Besant Panchami, ja, is men begonnen met de aanleggen, dat is 40 dagen voor de verbranding. Ja, is men begonnen met de aanleg van het vuurstapel, van het brandstapel. Hè? En op de 40ste dag is de tante, hè, de boa van Bhakta Palaat, met Bhakta Palaat op het brandstapel gaan zitten. En die hebben ze dan in brand gezogen. Maar achteraf, wat bleek? Bhakta Palaat, die heeft het overleefd. Die was, en de tante die was verbrand. Dat is de holika die verbrand was. Dus dit is de verbranding van het holika. En dat is dan de verbrande. En de vuur die almachtig is. Die al het kwade in de wereld kan vernietigen. Wat in de aanraking komt met het vuur. Zal het nooit hetzelfde meer zijn. Ja, dat zal veranderen. Dus de vuur die almachtig is. En dat is ook een van de energieën die het goddelijke op de wereld neergezet heeft. En zo moet ook dat vuur het innerlijke beïnvloeden, zodat het kwade verbrand kan worden. Aan de vooravond van Pagwa scheen de maan prachtig aan de hemel. Met muziek werd er gewacht op de pandiet en rond 9:30 begon hij met de rituelen als onderdeel van de holika-verbranding. Daarnaast werd er 7 keer rond de brandstapel gelopen, waarna het werd aangestoken. Toen de stapel voor meer dan de helft was verbrand, volgde een vuurwerkspektakel. Daarna werd de avond voortgezet tot in de late uurtjes met eten, drinken en optredens van verschillende muziekformaties. De holika-verbranding heeft al plaatsgevonden. Het is dus feesten nu geblazen. Wat betekent het voor u? Ja, heel leuk en een gezellig feest voor ons. Ja, voor ons allemaal. Het is het overwinning van het goede op het kwade. We moeten alle negativiteit van ons weghalen en een leuke dag van maken. Blijf positief denken. Danny Maat, en het leven gaat door. Al hebben we slechte tijden, maar we moeten blijven werken. Hard werken voor ons geld. Twameva vidya dravirang twameva. Vanmorgen deed de pandiet een gebed en vond de astrooiing plaats, waarna het feestvieren werd aangekondigd. Nou is de holika verbrand en de holi, nou, hoe zou je het noemen, de heks die erop zat, die is nu verbrand. En dat is men op dit moment te weten gekomen, dat het vuur het kwade verteerd heeft. En dan is de tijd voor het feest. En hiermee begint dan het vreugde en, ja, wij merken het hier niet, maar in de gematigde streken en in de subtroop, et cetera, is het begin van de lente. Hè? En dan krijg je dat bloei van de bloemen, et cetera, kleur en geur. Dat begint nu. Vandaar dat er nu de festiviteiten aanvangen. Ook het begin van de lente wordt hiermee aangekondigd. Na de strooiing werd er een beetje as op het voorhoofd gesmeerd. Een chautal-opvoering vond plaats op het veld bij de mandir
en volgden er huisbezoekjes met Chautal-opvoeringen. Een van de huisbezoeken werd vastgelegd. De overheidsbegroting over 2018 is gisteravond met 26 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Het afronden van de begrotingsbehandeling heeft 2 maanden langer in beslag genomen. Zo heeft de regering de gelegenheid gekregen om op de begroting meer financiën ter beschikking te stellen voor een aantal belangrijke sectoren. Toch heeft de oppositie tegen de begroting gestemd. Patricia Etnel van de NPS en Assis Kumar Gayadin van de VHP gaven aan waarom hun fracties tegen de begroting hebben gestemd. En als we kijken naar het feit dat armoede toeneemt, de prijzen in de winkel stijgen, zie ik ook niet dat deze regering maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de prijzen betaalbaar zullen worden. Omdat het geen verlichting brengt in het leven van de Surinaamse burger, voorzitter. Voorzitter, we zullen tegen deze begrotingen stemmen en ook de andere begrotingen, voorzitter, omdat het geen verbetering brengt. We zien dat die hele begroting gebaseerd is om meer uit het volk te halen, voorzitter. De begroting is aangenomen met 26 stemmen voor en 10 tegenleden. De begroting zoals die is ingediend heeft ons in eerste instantie behoorlijk wat zorgen gebaard. Dat was duidelijk te horen in de redenvoering van de voorzitter van de commissie. Ik moet echter zeggen dat na het bespreken en het geven van tijd aan de regering om met name de inkomstenzijde van de begroting opnieuw te bekijken, zodat het land gedurende het jaar op een redelijke wijze ook door dit jaar heen kan komen en we de terugweg uit het dal van de crisis kunnen beginnen. Ik hoop dat we met deze begroting en met andere zaken die nog in het verschiet liggen, dit jaar uiteindelijk kunnen beginnen om enigszins uit de crisis te komen en dat we niet alleen macro-economisch dat zien, maar dat ook die samenleving in 2018 wat licht in de tunnel kan beginnen te zien. Vice-president Ashwin Adin zei na de aanname van de begroting dat door de discussie in het parlement de regering nog meer mogelijkheden aan het bestuderen is om sneller uit de financiële crisis te geraken. We hebben ook heel veel nieuwe maatregelen geïdentificeerd die we in principe niet geïdentificeerd zouden hebben als u nu zo strak gaat getrokken aan het feit dat u zegt boost die inkomens ook en breng de uitgaven terug. Het is dus mogelijk om samen te werken. En in de ware zin van de wet, we zeggen we maken samen beleid voor wetgeving en werkelijk beleid, is het dus mogelijk gebleken. Ik denk niet dat we zoveel uren samen hebben gezeten als de afgelopen 2 maanden en de afgelopen 8 jaren. Melvin Bouva voerde namens de NDP-fractie aan dat de regering met de begroting in handen doelgericht te werk moet gaan. Je hebt een begroting nodig om middelen vrij te maken, om mensen hun salarissen te betalen, inclusief een aantal van de mensen die hier zitten, om ervoor te zorgen dat stroom en water beschikbaar is voor mensen, voorzitter. Om ervoor te zorgen dat wij onderwijs, gezondheidszorg kunnen garanderen. Daarvoor hebben we een begroting nodig. Mik dit maar 4 ook toe, dat nanga a Queens of Queens, voorzitter, via u naar de regering, dat er meer huizen worden gebouwd. Dat huisvesting strak wordt aangepakt. Want elke dag wanneer we de telefoon oppikken, we hebben een honing nodig. Voorzitter, we vragen dat de regering prioriteit geeft, zoals mijn collega fractieleider dat zegt, aan infrastructuur. Aan Dalian 4, die nu ook op die begroting staat, dat de passie, dat die straten worden aangepakt, voorzitter. Prioriteit aan gezondheidszorg en onderwijs. Prioriteit, voorzitter, aan de agrarische productie. Want onze afgang op basis van de enorme keldering van goud en olie mag ons nooit meer treffen. Tot zover de woorden van Melvin Bouva. De regering en de verschillende fracties hebben zich in het parlement uitgesproken over het incident tijdens de openbare vergadering van dinsdag 27 februari. Assis Kumar Gayadin van de VHP bezigde toen harde woorden aan het adres van de president, waarop die
met de leden van de regering zonder aankondiging de vergadering hebben verlaten. Uitspraken die nog net niet afgehamerd hoefden te worden, maar toch zeer beledigend zijn overgekomen. Daarover moest er worden gesproken. Ook al is wat we doen of zeggen niet altijd buiten de grenzen waarin de stoel moet optreden, toch is het goed om ook binnen die, dat zijn uiterste grenzen waar de stoel kan optreden, dat we ook binnen die grenzen proberen om elkaar scherp mag, kritisch mag, maar dat we elkaar op zo'n manier bejegenen dat we hier met elkaar op een positieve manier kunnen werken. André Misikaba, fractieleider NDP, had er geen goed woord voor over dat er leden zijn in het parlement die vaker een beledigende toon aanslaan. Dat bepaalde leden het tot een gewoonte maken om beledigend te zijn, voorzitter, naar leden aan de overzijde, maar zeker ook naar leden van de regering. En we denken, voorzitter, dat het incident met het lid Gayadin in dat kader bekeken moet worden. Nadat hij eerst aangaf dat de woorden van Gayadin beledigend zijn geweest voor de regering, kwam VP Ashwin Adhin met de volgende verklaring. Formeel kan ik dit zeggen, voorzitter. De president en zijn regering wordt dan ook geen andere keuze gelaten dan zich te distancieren, en dat is ook gebeurd, zodat ruimte geboden wordt voor verbetering in de omgangsvormen. Omgangsvormen die helaas afgegleden lijken te zijn naar een nieuw normaal. Afgegleden tot regressieve vormen, wangedrag en oneerbiedig gedrag. De regering stelt zich hierboven en blijft zich beijveren in het geven van het goede voorbeeld in het belang van land en volk. Chandrika Prasad Santokhi, fractieleider van de VHP, onderschreef het feit dat er harde uitspraken zijn gedaan door zijn fractiegenoot, maar vond juist dat de regering in de fout is gegaan. We vinden van deze kant dat hij correct leiding heeft gegeven. Als er personen waren die buiten de grens gegaan waren, voorzitter, we kennen u, had u opgetreden. U bent constant toetsens bezig geweest en dat was niet het geval, voorzitter. En daarom heeft u correcte leiding gegeven. André Misikaba deed het voorstel om het huishoudelijk reglement in de toekomst resoluut te hanteren. Ons reglement van orde is duidelijk over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld het feit dat leden tot een structuur hebben gemaakt om buiten die microfoon te gillen. Dat we vragen dat conform het orde-reglement, voorzitter, wordt gehandeld, strakker wordt gehandeld. En die flexibiliteit en het gedoogbeleid op dat stuk, dat we dat achter ons laten, voorzitter. DNA-voorzitter Jennifer Simons riep het parlement weer eens op om te letten op de manier waarop en de sfeer welke wordt uitgekozen om de verschillende discussies te voeren. Ze zijn uitgenodigd hier. In strijd met de regels, in strijd met het protocol, in strijd met wat we verwachten van de regering, dat ze hier staan en debat voeren. En uitleg geven, daarvoor zijn ze als regering en niet om weg te lopen. Terwijl u opkomen voor de belangen. Dus ik, voorzitter, ik vraag van u, het parlement ook, dat we ook die regering vragen om in het vervolg correct op te stellen. Laat me een schorsing vragen, met de voorzitter even afleggen. Maar niet terwijl we bezig zijn, voorzitter, is de ernstige desaveur van uw gezag geweest. Aldus de heer Santokhi. Om de druk op de spoedeisende hulp te verminderen, zal binnenkort de 24-uur huisartsenpraktijk worden geïntroduceerd. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid deed deze mededeling gisteren in het parlement. Op korte termijn, en als ik optimistisch ben, nog deze maand, zal een aantal huisartsenposten 24 uur beschikbaar zijn. Te beginnen in een samenwerking met de RGD, het SZF en enkele particuliere huisartsen. In de toekomst zal dit echter één van de vestigingsvoorwaarden voor huisartsen zijn, dat ze beschikbaar moeten zijn om diensten te draaien in 24 uur verband in een wisselend rooster, zodat deze zorg aan de samenleving aangeboden kan worden, 24 uur, 7 dagen per week. Aanvullend hierop zei de bewindsman dat de 24 uur huisartsenpraktijk voor een hele reorganisatie zal moeten zorgen rond de beschikbaarheid van een medische dienstverlening. We schatten in dat het minimaal in het begin een impact zal hebben van 60% vermindering.
En wij zullen de gemeenschap via promofilms hierover nader informeren dat de eerste poortwachter de huisarts is en dat zij dus zich tot de huisarts kunnen wennen voor een heleboel kwaaltjes. Op de SEH zal de internationale norm voor triage, categorisering van aanmelding naar ernst, zal gehandhaafd blijven. Dus een persoon die op dat moment een hartinfarct heeft, zal absoluut als eerst behandeld worden. In de Nationale Assemblée ging minister Pengel ook in op de financiering van de gezondheidszorg in ons land. Er liggen voorstellen op tafel om de premies voor de basiszorgverzekering aan te passen. De extra 300 miljoen, welke op de begroting is opgebracht, zal ook goed moeten worden besteed. De voorgestelde verhoging van de zorgraad om de premies te verhogen met 50% tot 60% hebben wij in overweging. En we zullen binnenkort met dus de dienstverlening aan tafel gaan. Omdat een verhoging zou betekenen dat we naar een premieplicht van 800 miljoen gaan. Als we ook de verplicht verzekeren zouden verzekeren conform de BASO premies. En de huidige BASO en BZV verzekerden. Dus er zijn meerdere opties op welke manier wij deze additionele 300 miljoen kunnen besteden. Maar wij gaan natuurlijk zoeken naar een optimum en op de meest effectieve manier om die rust terug te laten keren binnen gezondheidszorg. Want dat is wat wij allemaal willen. Ik pretendeer niet dat die 300 miljoen alles oplossend zal zijn. Het is geen magic pill. En we gaan zeker ook niet 300 miljoen aan ziekenhuizen geven zonder dat er situaties en omstandigheden veranderen. Want anders is het ook weggegooid geld. Tot zover minister Pengel van Volksgezondheid. Binnen de regio wordt nog altijd gebruik gemaakt van aansluitingsvluchten. De landen vertegenwoordigd in het regionaal blok, de CARICOM, zijn het er roerend mee eens dat er meer moet gebeuren als het gaat om transport en connectiviteit. Tijdens de CARICOM-top, die gehouden werd in Haiti van 27 tot 28 februari jongstleden, is dit jaar naar voren gekomen. Suriname was ook vertegenwoordigd op deze top. Minister Ildis Polak-Begli van Buitenlandse Zaken gaat hierop in. Suriname heeft zich ook daarover geuit. De vicepresident heeft heel duidelijk aangegeven dat wij goed moeten doen in die zin dat we de regio dichter bij elkaar moeten brengen. En Suriname hoopt in juli de overeenkomst, de luchtvaartovereenkomst, de multilaterale luchtvaartovereenkomst ook te tekenen. Ik zou zeggen dat wij nu heel veel huiswerk hebben. De vicepresident heeft zijn handen vol nu wat betreft coördinatie van de dingen die wij hebben toegezegd, die wij voor jullie in sommige gevallen moeten realiseren. Dus dat is in ieder geval voor ons wat werk. De landen moeten hun zaken in orde hebben voor aanvang van de reguliere vergadering die in juni van dit jaar plaatsvindt. Dankzij de extra bevoegdheden die de vicepresident Ashwin Adin heeft gekregen, is de BUSA-minister Polak ervan overtuigd dat ons land haar zaken in orde heeft voor de schrijfdatum. Natuurlijk, met goede coördinatie zeker. Het zijn geen dingen die onmogelijk zijn. Het zijn dingen die we moeten willen doen. En als de politieke willer is, de mensen weten wat ze moeten doen, denk ik wel dat we er komen. Tot zover de minister van Buitenlandse Zaken. Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en prominent lid van de Nationale Democratische Partij, blijft erbij dat er geen sprake is van corruptie in de zaak van het vlaggenproject. Daarbij heeft de Wegenautoriteit geld geleend bij de NDP om de activiteiten rond de viering van de 42e residentie te Brokopondo op te zetten. Ondanks dit standpunt vindt hij het ongehoord dat dit zo moest plaatsvinden. In elk geval, wat zich tot nu toe heeft gepresenteerd, is voor mij duidelijk dat niet is gehandeld zoals moet, omdat een partij geen zaken behoort te doen met de regering, dan wel instituten van de regering. Ik geloof dat de zaken gescheiden moeten zijn, want je weet waar je begint, maar je weet niet waar je eindigt. Dus ik geloof dat diegenen die daar aan hebben gedacht en als we dan hebben meegewerkt, een
een missie hebben begaan en zichzelf hebben vergist dat het ongestoord zou kunnen gebeuren. Ik geloof dat het een ernstige aanwijzing en terechtwijzing moet zijn dat dit niet meer moet gebeuren. Ook al is het mijn partij, welke partij dan ook. Morgen hebben we misschien andere partijen, met morgen bedoel ik over 10 of 20 jaar, die ook niet in dezelfde positie moeten komen, omdat het niet goed is. Bestuur moet je gescheiden houden van de politiek, dus dat is duidelijk. En ik hoop dat het onderzoek komt. Ik kan in zekere mate zeggen, zoals ook dat is gepresenteerd in de kaarten liggen, dat er hier absoluut geen sprake is van corruptie. Er is sprake van bestuur, in feite onbehoorlijk bestuur, omdat het bestuur niet zo behoort te besturen om middelen van derden en zeker niet van politieke partijen te betrekken om bepaalde zaken te doen. In het parlement, tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag, werd de regering onder vuur genomen. DNA-leden van de coalitie en de oppositie vroegen een duidelijke verklaring over de werkelijke toedracht in deze. Bouwvan meldt dat de NDP-fractie meer informatie en de resultaten van het onderzoek verwacht. Volgens hem hebben oppositieleden misbruik gemaakt van de situatie om onwaarheden te verkondigen aan de samenleving. U zegt er is geen sprake van corruptie, maar een bouw van een podium van 300.000 vergeleken zou je 2 woonhuizen kunnen bouwen. Is dat normaal? Laat mij dat goed vaststellen. De informatie is gestuurd naar het parlement. En de informatie die daar staat en zoals het ook is uitgevoerd, is uitgelegd door de deskundigen van de WIGO-autoriteit. Het is jammer dat het wordt verdraaid alsof het een podium is. Maar het gaat om werkzaamheden aan de Bronsweg die te maken hebben gehad volgens die informatie. Rioleringen, ophogen van de kant waar het podium is gebouwd, afwatering daarvan. In elk geval een aantal zaken die voorbereidende zaken waren om langs de weg een aantal dingen te kunnen doen, waaronder de mars, het accommoderen van bezoekers en ook het bouwen van een podium. Dus het is veel groter. Het waren civiel-technische werken gedaan door de WIGO-autoriteit om in het kader van Srividens een aantal dingen te doen. Maar de oppositie heeft het natuurlijk op haar manier verdraaid en gebracht als een podium. Maar de stukken liggen daar en ik verwijs daarna. Dus ik vraag dat we daar toch wel heel kritisch naar kijken en niet meer gaan met de misleidingen die er komen. Ik geloof dat we ons werk ernstig moeten doen als controleurs van de regering. Dat kunt u verwachten van de oppositie, maar dat kunt u ook van ons verwachten. Als er daar ook iets fout was, had u de stem van de coalitie ook gehoord. Tot zover de woorden van Melvin Bouva. Het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco NV heeft het dienstjaar 2017 met winst afgesloten. Hoewel het accountantrapport nog niet binnen is, bevestigt de algemeen directeur Sergio Akinboto dat het bedrijf over een succesvol jaar kan praten. Positief, weliswaar ietsje minder dan het jaar daarvoor, maar we hebben het positief afgesloten. De officiële cijfers komen nog wel uit. Voor dit jaar zijn er grote plannen op schema. Grasalco had in november 2017 het startsein gegeven voor de bouw van een goudopkoopbedrijf te Bronsweg. Door administratieve fouten was er stagnatie opgetreden in de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Akinboto gaat in op de stand van zaken van het project. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ik moet zeggen dat we wat administratieve fouten hadden gemaakt, waardoor de procedure van aanbesteding opnieuw werd gedaan. Maar we zijn nu, er is een keuze gemaakt voor de aannemer. En als het goed is, zijn ze nu al bezig te mobiliseren om met de werkzaamheden te starten. Dus even wat vertraging, omdat er wat procedurefouten waren gemaakt. Het steenslagbedrijf heeft ook enkele voorbereidingen getroffen om verder te gaan in de goudproductie. Zo hebben er studies plaatsgevonden om een middelgrote goudmijn op te zetten. Ook dit project loopt goed, zegt de directeur van Grasalco.
Dat project is in een vergevorderde stadium. As we speak, onze archeoloog die was in het buitenland, die is terug. En de voorbereidingen gaan door. We hebben de laatste fase van onze additionele boorprogramma hebben we afgerond. De data zijn nu gestuurd, de informatie, de samples zijn nu gestuurd naar de lab. Zo gauw die terug binnen zijn, zal op basis van de modellering de design van die pit verder worden gebouwd. In ieder geval ziet het er positief uit. Ook recentelijk, gisteren zijn we begonnen met het testen van de nieuwe plan. We hebben een kleine uitbreiding investering gedaan voor de time being om wat geld te verdienen, zodat we kunnen gaan naar de mid-size plan zoals we hadden beloofd. Weet je, Grasalco, je hoort niet heel veel van ons. We zeggen wat we doen en we gaan gericht achter wat we hebben gezegd. Die dingen gaan komen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar het STVS-journaal. Blijft u afgestemd voor het Wereldnieuws in beeld. Goedenavond.